Go Ahead Eagles is na de verrassende promotie van vorig jaar weer terug naar de Jupiler League. En dat is een keihard gelach, want degradatie was dat nou nodig geweest, hè? Met zulke spelers. Tja, de day after. De Vetkampstraat wordt net als heel Deventer vanochtend wakker met een fikse kater. Degradatie is een feit na de afstraffing in Amsterdam tegen Ajax. De club van Rood en Geel zal de komende periode haar wonden moeten likken, maar maakte vanochtend al bekend dat deze man volgend jaar de trainer is. Zijn naam Leon Vlemmings, oud-trainer van onder meer Excelsior en Eindhoven. Hij moet Go Ahead weer terugbrengen naar de eredivisie. Terug naar Amsterdam gistermiddag. Daar liet voorzitter Edwin Lugt na het échec al weten dat Go Ahead een nieuwe trainer heeft aangesteld en dat de missie voor hem duidelijk is. Nou zagen we het allemaal wel met elkaar een beetje aankomen, maar dat neemt niet weg dat als het dan zover is, ja, dat het gewoon een tik is. En die moeten we met elkaar allemaal zien te verwerken. Wij zullen er alles aan doen om weer binnen onze beschikbare middelen, alles wat in ons vermogen ligt, om zo snel mogelijk weer naar de Eredivisie terug te keren. Maar garanties hebben we daar zeker niet op. In diezelfde mixzone reageerde Elvis Manu gisteren na afloop koeltjes op de degradatie en op zijn actie op social media. Hij postte namelijk voor de degradatiewedstrijd van zijn Go Ahead een liefdesverklaring naar Feyenoord. Ja, ik kan niet ontkennen dat ik een Feyenoord door een hart en nieren ben. Dat zal ik ook nooit ontkennen. Maar daar ben ik niet mee bezig natuurlijk. Alleen, ja, het is natuurlijk wel jammer dat het vandaag niet gebeurd is. Maar ja, meer heb ik erover eigenlijk ook niet te zeggen. Schrijver en Go Ahead Eagles fan Eus had dat wel. Hij was net als veel andere supporters laaiend op Manu. Evenals de clubleiding, die vandaag per direct afscheid nam van de huurling vanwege onprofessioneel gedrag.